Pokémon top 10 video. Zoals velen van jullie wel misschien weten dat ik Pokémon Go echt zo tof vind. Nou ja, zoals je ziet ben ik nu ook al aan het spelen. Momenteel heb ik een level 23 account, Team Instinct. En dit zijn momenteel mijn sterkste Pokémon's. En ondanks dat ik dit spel zo leuk vind om te spelen, vind ik toch dat dit spel een aantal dingetjes mist. En het zijn een stuk of 10 ongeveer. Dus vandaar deze top 10 video. Want ik ga jullie vertellen welke 10 dingen voor mij part in de game mogen komen. Nou, laten we beginnen met de allereerste nummer 10. Zoals velen van jullie wel weten is Pokémon Go mijn go-to game. En games speel ik natuurlijk het liefst met al mijn vrienden, die ik natuurlijk ook echt heb. Dus ik nog steeds te wachten op die 1v1 battles tegen vrienden en trading. Ik weet het, ze hebben beloofd dat het natuurlijk in de game komt. Maar het duurt me nou wel een beetje te lang. Als je dingen in de trailer ziet, heb je natuurlijk ook een verwachting dat het natuurlijk ook meteen in de game zit. Want ik wil natuurlijk niet weten hoe graag ik natuurlijk Don, Jeremy, Joost, etc. wil verstaan in Pokémon Go. Ik weet natuurlijk dat deze updates eraan komen, dat dit 100% geannounced dat het komt. Net als al die andere generations die nog aankomen, van Gen 2 tot met 7. Maar het mag voor mij wel ietsje sneller. Please, 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 please. Weet je wat ik tof vind aan games? Items. Wat hebben we in Pokémon Go? Items. Hebben we er genoeg? Items. Nee. Dingetjes zoals Lucky Egg, Incense, Lures en zo zijn allemaal wel leuk. Maar ik mis gewoon nog meer items. Een voorbeeld, hè. Je hebt bijvoorbeeld een item. En je zorgt gewoon voor dat je voor 30 minuten 2 keer zoveel candies krijgt voor die Pokémon die je vangt. En of 2 keer zoveel starters. Dat zou voor mijn part echt geweldig zijn. Dat ze dan een item zijn die ik echt sowieso in de shop zou kopen. En nog meer reden voor mij om mijn YouTube money te gooien naar een bedrijf die toch genoeg verdient. Oké. Ik heb een heel goed raadseltje voor jullie. Wat is het verschil tussen Harm en mij? Nou, weet u het anders al? Ja, inderdaad. Ik heb natuurlijk ballen en Harm niet. Maar goed, over ballen gesproken trouwens. Waarom hebben we maar 3 soorten Pokéballs in deze fucking game? Kijk, die Pokéball, Great Ball, Ultra Ball, Upgrades zijn helemaal leuk en zo. Maar een beetje overrated. Maar Pokéballen zoals de Dusk Ball zijn zo goed. Ik ga heel vaak gewoon in de nacht weg, weet je wel. Dus een Dusk Ball zou echt perfect zijn voor mij. Of bijvoorbeeld een Timer Ball die het bijvoorbeeld doet als je heel vaak een Pokéball hebt gegooid. En ja, dan heb ik het over jou, Zubat. Of een Quick Ball die het juist heel goed doet op de eerste gooi. Of bijvoorbeeld de repeatball die het natuurlijk beter doet op Pokémon's die je ooit al een keertje hebt gevangen. Zoals jullie, Pidgey, Weedles en Rattata's. Je kan het zo gek maken als je wil. Dus geef ons alsjeblieft aan Niantic meer ballen. En geef er ook eventjes meteen 2 aan Harm. Wat ik kut vind? Lege batterijen. Weet je wat ik nog kutter vind? Powerbanks moet aanschaffen om dit spel te spelen. Weet je hoe je dit kan oplossen? Heel simpel. Een soort van Pokémon Go Safe Mode. Niet degene die we nu al hebben, want die vind ik een beetje eh. Maar als je, wanneer je loopt, hoef je alleen maar met je mobiel te schudden dat je al bijvoorbeeld een Pokéstop kan looten. Of bijvoorbeeld als je een pop-up krijgt, dat bijvoorbeeld een Pokémon dichtbij is. En dan kijk je naar je scherm en zie je dat het bijvoorbeeld groter een Rattata is. Of bijvoorbeeld een Weezing. Dan weet je dat je je app gaat openen als je een Weezing ziet en niet een Rattata. Want ja, de app 24/7 open houden is ook niet het ideaalste wat er is. Dus misschien zit een kleine oplossing. Ik heb geen idee. Was er maar iets die dat core voor kan... Nee, jij niet. Want jij wordt alleen maar gedelayed en jij zou al lang uit moeten komen. Fuck you, jij bent nu te laat. Wegwezen. Weg. Ben je ook altijd super relaxed van aan die oude Pokémon game? Dat je na het battelen al je Pokémon's gewoon in de Pokémon Center kon healen. Je liep naar het Pokémon Center toe en je drukt even een paar keer op A. En al je Pokémon's waren weer full HP. Maar in Pokémon Go moet je wat geluk hebben dat je wat meer potions hebt in je bag. En dat je ze krijgt van Pokéstops. Dus mij leek het wel een leuk idee om bijvoorbeeld Pokémon Centers toe te plaatsen in Pokémon Go. Maar Link, dat is toch veel te overpowered? Nou, beste kijker die dat vroeg, dat klopt. Maar ook daar heb ik natuurlijk een oplossing voor. Oh ja, wat is die oplossing dan? Wat nou als alle Pokéstops Pokécenters zijn? Maar ze alleen een aantal keren per week open zijn. Bijvoorbeeld maandag van zeg tot 12 tot 2. Dinsdag, woensdag zijn ze dicht. Donderdag van 6 tot 9. Vrijdag zijn ze dicht. Zaterdag open van 3 tot 5. En zondag zijn ze ook dicht. En dan wordt bijvoorbeeld om de week anders. Of je zorgt ervoor dat er een item in de shop is. Dat je op een Pokéstop kan zetten dat voor 30 minuten het een Pokécenter wordt. Dus dat iedereen die hier langs loopt al zijn Pokémon's kan healen. Hey, het is maar een idee, hè. Maar echt, het lijkt me echt super chill. Op het moment van schrijven van dit script was dit nog een puntje. Want de tracking system van Pokémon Go deed superkut. Toen ze eenmaal die 3 footprints weg gingen halen. Maar op het moment van praten hebben ze het een soort van gefixt. Hier hebben jullie een voorbeeld. Zo werkt trouwens een nieuwe tracking systeem. Zoals je ziet zie je een Pokémon in het midden. En die Pokémon zie je in je lijstje als je 200 meter er vandaan bent. Loop je 200 meter er vanaf, dan zie je niet meer in je schermpje staan. Dus wat doe je? Je loopt ergens een punt op. Op het moment dat je Pokémon van het schermpje af is, dat je hem niet meer ziet, noem je dat punt A. Draai je 180 graden, loop de andere kant op totdat het Pokémon
Pokémon weer verdwijnt van je radertje. Noem dat punt, punt B. Zoek het middenpunt van punt A en B op. Die noemen we punt C. Draai 90 graden en loop de hele tijd die kant op. Verdwijnt de Pokémon weer van je radar. Draai dan 180 graden en je loopt direct naar je Pokémon toe. Momenteel werkt zo de Pokémon Tracking System. Ik heb het een aantal keren geprobeerd. Het is me wel gelukt om bijvoorbeeld een aantal Pokémon te vinden door deze method. Is het soms frustrerend? Jazeker. Maar als het goed is, gaan ze ook binnenkort Pokéstop plaatjes toevoegen bij je Tracking System. En als je daarop klikt, dan zie je waar de Pokéstop is. En als je dan naar die Pokéstop toe loopt, dan zie je die Pokémon daar ook echt verschijnen. Dus dat lijkt me echt een supercoole feature. Daar ben ik zeker voor op de hoogte. Dus ik ben benieuwd van wanneer ze dat gaan launchen. Hey, jongens, ik heb een goede vraag voor jullie. Who's that Pokémon? Het is gewoon een fucking grote Pidgey. Want als je deze Pokémon transfert, krijg je net als bij een 10 CP Pidgey maar 1 candy. En naar mijn mening is dat best wel bullshit. Dus dan vang ik nog liever een 10 CP Pidgey dan heel veel Pokéballen waste op deze Pidgeot. Lijkt me bijvoorbeeld eerlijker dat je voor de eerste evaluatie bijvoorbeeld 1 candy krijgt voor het transferen. Voor de tweede evaluatie krijg je bijvoorbeeld 3 candy. En voor de laatste evaluatie bijvoorbeeld 5. Of op zijn minst geven dan eentje meer voor elke vooruitganger. Dan ben ik al heel erg tevreden. Vind ik MapleStory toch een leuk spelletje. Het leukste aan het spel vind ik bijvoorbeeld monsters killen en items looten en... nou ik eens over nadenken. Hè? Waarom doe ik dat eigenlijk? Oh ja, ik had nog wat questen die ik moest doen. Weet je, Pokémon Go, waarom voeg je niet gewoon daily questen toe? Nog meer reden voor mij om elke dag het spel te spelen. Al is het maar voor een half uurtje. Dat je voor elke quest die je complete bijvoorbeeld 10 coins krijgt. Of 1000 Stardust. Of een Mewtwo. Je kan het zo gek niet maken. Want questen houden voor mij de game echt super leuk. Dat zorgt ervoor dat je meer een echte doel voor ogen hebt. In plaats van alleen maar gun. Catch them all. Ik ben na 200 pitches vangen, ben ik het eigenlijk al een beetje zat om die te vangen. Maar als ik een quest krijg dat ik er nog 20 moet vangen voor een reward, ga ik meteen naar buiten om ze te vangen. En geef je ook bijvoorbeeld meer reden om Magikarps te vangen als je daar een quest van hebt. In plaats van alleen maar te sparen voor die 400 candies om één hopelijk goede Gyarados te krijgen. Hackers. Ze verneuken elke game. Al zijn het shooters tot MMORPG's. Je noemt het maar op. Maar in Pokémon Go kunnen ze me net echt een beetje de tering krijgen. En natuurlijk hun benen breken. Welkom bij een nieuwe aflevering van King Alert. Vandaag zijn er veel problemen in de community, vooral de gaming community. Onder andere door een linkterror en hij zei dat mensen hun benen moeten prikken en dat mag echt niet. Hashtag bedrijven, vaarwater. Ik zal je een verhaaltje vertellen. Ik was dus met een vriend op een afgelegen plek waar dus een gym stond. We waren er ongeveer een kwartiertje mee bezig om te veroveren en het was ons uiteindelijk ook gelukt. Dus eenmaal veroverd wouden onze Pokémon erin stoppen, maar dat lukte niet, want het was een error. Wat gebeurde er? Er zat dus blijkbaar al een Pokémon in van Team Rood. Maar Link, je zei toch net dat je op een afgelegen plek was? Ja, dat klopt. 500 meter van ons konden we echt niemand bekennen. Het was leeg na de noppes, er was niemand om ons heen. En toch was het mogelijk om voor iemand zijn Pokémon in de gym te krijgen. Dat is wel heel eigenaardig en dat ruikt een beetje naar een GPS-hackie. En tegenwoordig kan je als het goed is hackers reporten. Oh ja, dit is trouwens haar username, dus laat die eventjes hier, weet je wel. Dit is haar gebruikersnaam, eventjes ingezoomd, dit is haar gebruikersnaam. Ik zeg niet dat je haar moet reporten, maar dat zou heel erg lief zijn, dankjewel. Maar in ieder geval weet ik dat Niantic er gewoon bezig is om botters en GPS-hackers te bannen. Dus kudos naar jou, Niantic. Kudos naar jou. Weet je wat gewoon het nummer 1 meest missende is in Pokémon Go? Je ziet het natuurlijk al in het beeld. Je ziet het al. Het is natuurlijk niks minder dan de enige echte super speciale zeldzame legende. Ja, het zijn gewoon shinies. Ja, shinies. Ik mis de shinies. Weet je, als dit al begin van de game erin zat, had ik op zijn minst elke Pidgey, Weedle of Rattata eenmaal aangetikt om eventjes te kijken of het een shiny was. Normaal gesproken heb je ongeveer gemiddeld gesproken 1 op de 8192 kans op een shiny. Als nou letterlijk dat toevoegen aan Pokémon Go, ben ik al blij. Aangezien ik op het moment van spreken 2000 Pokémon heb gevangen, betekent dat ik al een 1 op een 4 kans heb gehad om 1 shiny te hebben. En weet je hoe fucking cool het zou zijn als jij een shiny Magikarp van 10 CP hebt in de gym, de lekker te sparten als een goudvis. Niemand fuckt weer met je gym. Lijkt me
fucking cool. Please Niantic, voeg Shiny toe alsjeblieft, dankjewel. Goed, dat was het alweer. De top 10 Pokémon Go features die ik heel graag wil zien in de game. Hebben jullie misschien nog iets wat je van denkt van, nou Link, dat zou ik dan graag in Pokémon Go willen zien? Laat het voor weten natuurlijk in de reacties beneden. Vond je deze video nou top? Beloof het even met een duimpje omhoog. En zie ik jou in de volgende video van wat ik maak. Vergeet niet te abonneren en ik zeg je dat later.